Goudzoekers van het dorp Balingsula in Brokopondo hebben vandaag de Afobakkaweg nabij Balingsula uit protest gebarricadeerd. De organisatie Ordening Goudsector Suriname meet naar hun mening met twee maten. Districtscommissaris Ludwig Mendelsohn legt uit dat Ordening Goudsector kleinschalige goudzoekers uit het gemeenschapsbos van Balingsula heeft verwijderd op één goudzoeker na. Hierdoor raakten de andere goudzoekers verhit omdat ze vinden dat er geen sprake is van het gelijkheidsbeginsel. We belden met een van de actievoerders bij de barricade. Wij hebben onze HKV hier. En ze moet op tafel komen om te onderhandelen. De DC geeft aan dat het tijd wordt dat de kleinschalige goudsector wordt geordend. Dat is volgens hem ook de roep van de plaatselijke gemeenschap. Goudzoekers zouden zich beknot voelen om hun brood te verdienen. De DC zegt dat er rekening moet worden gehouden dat deze mannen hun gezinnen moeten verzorgen. En we weten van dat de core business in Brokopondo is goudwinning. Mm-hmm. Ja, ik kan zelf er niet tegen gaan, want het is een business die lucratief is. En wie je niet denkt, speelt mee in de sector. Begrijpt u? Mm-hmm. Dus dat is een grote uitdaging voor mij als DC ook. Wordt het geordend of wordt het niet geordend? Dat zijn de vragen vanuit de gemeenschap, concreet aan mij. Mm-hmm. En dat is de reden waarom ik denk van dat men op momenten ertoe overgaat om bepaalde handelingen te plegen. Maar ik zeg ze van, maar luister, ik ben niet degene die toestemming moet geven om te mijnen. Er is een autoriteit die daartoe bevoegd is. Dus ik wil concreet weten, ja, van die autoriteit, wat moet gebeuren? Wordt de kleinschalige mijnbouw geordend of niet? Burgervader Mendelsohn heeft geprobeerd de mensen op andere gedachten te brengen. Echter hadden enkelen van hen geen luisterend oor. De groep wil met hun actie aandacht van de regering voor het probleem. Mendelsohn vreest dat door deze werkloosheid de criminaliteit in het gebied zal toenemen.